Mooi. Heel mooi deze van Sonja en Erik. Ik zal het maar eerlijk zeggen, het was niet Sonja en Erik. Nee, het waren de Sunsets. En dat met Laat de zon in je hart. Maar ik heb wel Sonja en Erik hier bij me. En dat betekent dat we een kort gesprekje gaan hebben. En u zal zich ongetwijfeld afvragen, waarom in godsnaam heb je deze mensen nu uitgenodigd? Wel, we gaan ze eens voorstellen. Wie zijn jullie eigenlijk? Ik ken jullie wel alle twee. Want we zijn eigenlijk notste geburen geweest, hè Sonja? Dus, ja, dat klopt. Dat klopt, hè. Ja. Maar voor de luisteraar, wie is Sonja, wie is Erik? Ja, ik ben Sonja Knut en je weet, ik woon in Wellen al heel mijn leven. En ik ben getrouwd bij Erik Beerde. Ja, goed, gelukkig getrouwd. Het is een brave. Ja, we zijn al 34 jaar gelukkig getrouwd. En al samen 5 kinderen. Oké. Okay, ja, dus bijna dat's... 8 kleinkindjes dus. Dus dat is Sonja en Erik. En jullie zijn eigenlijk afkomstig van de mensen die mij kennen. Dus dan heb ik al een tipje van de sluier gelegd, natuurlijk. Ik ben van Boos, hè? Ja. Wij ook. Dus dat weten we dus ook alweer. En je hobby's, wat zijn dat als ik vragen mag? Ja, wij spelen eigenlijk al bijna heel ons leven muziek, hè. Heel je leven muziek, ja. Dat kan ik me nog herinneren, want de Vrolijke Vrienden, dat is eigenlijk meer dan jullie twee nu, ja. Hè? Want die zijn eigenlijk begonnen, als ik me niet vergis, met 5, kan dat? Met een accordeonclub eigenlijk vroeger, hè? Ja, maar dat is begot lang geleden, want... Dat is misschien al hoeveel jaren, dat weet ik al niet meer, maar dat is eigenlijk al heel lang 42 jaar geleden. Ja. En nog steeds bezig, en nu zijn jullie toch eigenlijk zo ver gekomen, want jullie doen al jaren optredens, en die doen jullie nog steeds. Mag ik vragen wanneer je volgende optreden is? Ons volgende optreden is dus volgende week zondag. Zondag op ons panbal. Ja, nee. Op ons panbal eigenlijk is ons... Is ons publiekelijk optreden. Dat is? Het panbal is 26 februari en daar gaat door in de Zonnekringen wel. Bij je broer dan eigenlijk. Broer, ja. Daar moet ik nog eigenlijk even iets over vragen, want dat is ook al een vraag die al heel lang ik jullie wilde stellen eigenlijk, maar ik zie jullie praktisch nooit. Kom dan naar het panbal, zegt dan zie je ons, dat weet ik. Ja. Maar ik weet dat Luc ook achter de drum zat in de tijd. Dat klopt ook. Dat klopt, hè. En toen werd me gezegd, die kan geen nootmuziek lezen, maar toch drumde Luc enorm goed. Hè? Ja, dat was ook zo. En waarom zijn jullie dan eigenlijk gestopt met dat principe? We zijn eigenlijk ook nog verder na de accordeonclub, zijn we samen nog bij mijn zus vroeger en dan Luc drumde. Ja. En wij speelden accordeon. Dat waren de oorsprongen van de Vrolijke Vrienden, dat Sonja, haar zus, haar overleden zus. Ja. En dan Luc. En dan heb ik Sonja leren kennen dankzij haar muziekleraar, hij was mijn buurman. En ik heb die in Zonhoven leren kennen. Kijk eens. Superpalas. En ik was ook drummer op gehoor. En ik heb dan op laatste Luc vervangen eigenlijk. Ja. En ze hebben toen al begonnen voordat we kinderen hadden met muziek. En kijk eens, jullie zingen nu alle twee, ja? Al 34 jaar, dus getrouwd. En dus al... dat gaat heel goed. Is dit je eerste fanbal trouwens? Ja. Wat er nu aankomt? Dat is ons eerste fanbal, ja. En dus dat gaat door in de Zonnekring, hier in Wellen. Maar er is nog ergens een optreden, heb ik gezien op sociale media, dat gaat door in 4 maart zeker. Ja, de 28 februari, dus 2 dagen later, ook van 2 tot 5 in de namiddag, hebben we dus bij Mario een vlierhof. En Mario van Voorde, mijn neef. Ook van de Bosstraat. Ja. Dus het blijft allemaal een bos. Dus, en dan de 5e maart zitten we in Cataractske, zondagavond dus van 7 tot 11. Allee, vooruit. Ja. Dus de mensen weten waar naartoe als ze jullie willen volgen. Voor de fanbal hier in Wellen, zijn daar nog kaarten voor beschikbaar? Of hoe zit dat? We zijn bijna uitverkocht, maar we hebben er nog 15 beschikbaar, waaronder ik er nu 2 aan jullie ga schenken. Oh, dank je. Mogen jullie eigenlijk verloten of schenken aan trouwe luisteraars van DHW, zodat ze nog eigenlijk ons fanbal kunnen meemaken. Want er zijn altijd mensen die niet... geen kaarten meer. Ja, tuurlijk, kan altijd. Daarmee schenken we deze 2 kaarten voor de luisteraar. Ja, en die mensen, als die gewoon naar ons bellen nu, dus de luisteraar die geïnteresseerd is in het fanbal, 2 vrijkaarten liggen hier op jullie te wachten. Ons telefoonnummer dat is 012-743-666. Nog 1 keer herhalen. 012-743-666.
6. En je kan dus vanaf nu bellen als je die twee vrijkaarten wilt. We gaan zelfs even praten over jouw nieuwe cd die eraan komt, want daarvoor zijn jullie eigenlijk hier. Ja. Maar we gaan eerst een hele korte pauze nemen en dat gaan we doen met deze plaat van de Mavericks. The Mavericks en Oh What a Thrill. Zometeen meer over de nieuwe cd van Sonja en Erik van de Vrolijke Vrienden.